De Zo Word Je Steenrijk podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nester Smart Finance, Era Focus Makelaars, Financieringregelen en Rocks Legal. Toen dacht ik ook echt, oh jeetje man, wat is dit een commercieel systeem. De zorg, dat dacht ik toen al. Ja, tegenovergestelde van gastgeven is op de rempedaal staan, ontspannen, niks doen. Oké, okay, kan ik dat eigenlijk wel? Uiteindelijk ben ik zo heftig geblesseerd geraakt, helemaal onderuit gemoffeld. Ook beseft van oké, okay, leuk die wereldbeker winnen. Maar is dit nu echt datgene wat me gelukkiger maakt? Nee, dat was absoluut niet het antwoord. Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. He? Mm, helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren met bakkenkennis. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zo Word je Steenrijk, de podcast in Nederland, waar we het hebben over zaken als uh, beleggen, geluk en nog veel meer. Mijn naam is Martijn van den Berg, ik ben de host van deze mooie podcast. Super leuk dat je weer luistert, dat je weer kijkt en hopelijk weer een mooie dosis kennis en inspiratie vandaag gaat opdoen. En nog mooier zou het zijn als je die ook uh, nou ja, gaat toepassen in jouw leven. Want dat willen wij graag bewerkstelligen met deze podcast. Dat er een verandering komt. En dat Nederland in de breedste zin van het woord het rijkste land ter wereld wordt. Voor zover we dat nog, uh, nog niet zijn, natuurlijk. En vandaag doe ik dat weer met een hele bijzondere gast. Mijn gast van vandaag is. Uh, Ex-topsporter, uh, ex ze is wereldkampioen, uh, wereldbekerwinnares veldrijden. Ik moet het even goed zeggen, we hadden het nog geoefend. Uh, ze is auteur, ze is podcastmaker, uh, ze is peak performance Coach. en tegenwoordig is ze ook nog moeder. Nou, ik kan beter vragen wat ze niet is. Welkom Sanne van Pasen. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Ja. Fijn, eindelijk hè? Eindelijk. Ja, het heeft wel wat. Ik denk dat jij wel echt uh, ja. de, 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 de meest hard-to-get-gast in de podcast tot nu toe uh, bent uh, oh, geweest. Oh, oh, dus oh. ik ben blij dat het uh, gelukt is. Ja. Maar zo lopen die dingen af en toe. Hey, uh, de vorige keer dat. Uh, toen zat ik bij jou uh, in de ja. podcast. Ja. In de Peak Performance Podcast. Ja. Dat is alweer even geleden alweer. Ja, dat is zeker. Ik denk. 2020 of zo, drie jaar ja, geleden of zo. Ik zou zeggen drie jaar geleden. Ja. Ik denk volgens mij ook dat dat echt de eerste podcast was waarin ik uh, te gast was. In ieder geval een van de eerste. Primeur dan. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Wat is er veel veranderd Martijn nou, nou is Ongelooflijk. Ja. Daarna uh, radio, televisie. Ja, alles, ja daarom. Uh, dat uh, was het begin van jouw carrière. Da nee. da nee. dankzij de pioniers. Nee, dat natuurlijk eigenlijk helemaal uh, niet, maar. <laughs> ja. ja. hoe we er nu bij zitten. Ja. Ja, nee, super leuk. Ja, uh, ben jij steenrijk, Sanne? Dat ben ik. Dat ben je. Oké, okay, vertel. <laughs> ja, het is natuurlijk hè, de definitie van steenrijk. Maar als ik nu s ochtends naar buiten loop en naar buiten kijk, überhaupt al, en ik zie waar wij wonen, met wie, de plek, ja. krijg ik gewoon kippenvel. En voor mij is steenrijk ook gewoon vooral een gevoel, waarbij ik echt voel van, nou, ik ben gelukkig. Ja. Het is gewoon vet vetzak. Hoe ik leef, wat we hebben. Um, en hebben is niet zozeer niet zo belangrijk, maar wel welk gevoel ik bij, heb bij waar we wonen, wat we doen, hoe we leven, wie we zijn. Ik vind het mooi dat je dat inderdaad zo, zo zegt. Als dat je zegt van ja, het, het steenrijk zijn is vooral het, het gevoel wat ik heb. Dus niet ja. de, de dingen die ik heb, maar het, het gevoel. Ja, ja dat, dat, dat is voor mij steenrijk en moet ik wel zeggen, afgelopen periode uh, zijn we volop aan bouwen geweest, verbouwen geweest. Uh, heb ik voor het eerst in mijn leven uh, geld opgemaakt. Oké. Okay. Nee, dat is overdreven, maar um dat wij, we hebben een perceel gekocht en er staat een bijgebouw op. En dat we het bijgebouw volle bak aan het verbouwen zijn geweest. Waar je nog in hetzelfde huis waar ik toen ook geweest ben of ergens anders? Nee, daar meer. kan je niet echt een bijgebouw bij plaatsen. Nee, ik wil zeggen wel nee. Gezegd, van. Nee, ja. we hebben een nieuw huis gekocht. Een ja? nieuw, ja, echt perceel zeg maar met uh, uh, van 2000 vierkante meter grond. Waarbij er dus een extra gebouw op staat. En daar hebben we een appartement in gebouwd. Ja. Uh, met mijn eigen werkruimte. Dus waar ik gewoon een mooie ontvangstruimte heb waar groepen kunnen... Waar ik groepen kan ontvangen. Heerlijk. Recht meteen de tuin in kan lopen. Vlakbij het bos. Hè? Mijn eigen bos. Uh, waar ik ook. Uh, er zit gewoon een stuk bos uh, bij het. Uh... Nou, 500 meter. Maar ik heb een eigen bosperceel. Dus ja. ja, dus ik loop eigenlijk binnen 500 meter. Sta ik zeg maar ja, aan de rand van het bos. Ja, ja. Fantastisch. Heerlijk zeg. Ja. Hey, en uh, voor uh, nou, degene die nu zit te kijken of te luisteren... Uh, waar in Nederland zonder het uh, adres uh, weg te geven uh, is, uh, is dit? Hoor je, hè? Hoor je toch? Nee? Ja. <laughs> <laughs> Achtergrond moet je niet verlogenen. Uh, dit precies, Vlierden. Zeg maar. Vlierde. Ja, Helmond in de Beurt. Ja. Ja, is ja, een fantastische plek. Mooi. Ja, want als je daar dan uh, nou ja, rondloopt en, en met die... Uh, want je zegt uh, geld, geld opgemaakt. Er is een flink uh, budget uh, doorheen gegaan, denk ik dan. Ja. Nou ja, flink budget, dat is flink verbouwd, zeg maar. Um, alles gewoon, ja, je moet eigenlijk voorstellen dat we van ons bijgebouw is 120 vierkante meter. Ja. Um, voor, hebben we... voor veel mensen is dat alleen al een uh, ja. vo volledig gewone huis. Ja, dat is voor veel mensen al. Ja. Ja, het, is dan gewoon, dan. het is ook gewoon, zo zeggen vrienden nu ook, jullie hebben gewoon twee huizen staan. Het is ook gewoon echt, gewoon alle faciliteiten zitten erin. Um, ja, met de nieuwste isolatienorm is alles gewoon helemaal aangepakt, dus het is gewoon echt uh, fantastische, uh, fantastische plek. Maar ja, wat 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 ik eigenlijk meer wil zeggen of geld opgemaakt. Ik heb heel mijn leven eigenlijk, um, ja, weet je wel, financieel echt gewoon heel lekker gezeten. Nergens over na hoeven te denken hoeft nou ook niet. Maar dat je eigenlijk voor het eerst eigenlijk echt investeert, zeg maar, in datgene waar je aan bouwen gaat. Uh, achteraf was destijds nog weet je wel, van ga je ook nog een bouwdepo nemen eh, in het kader van financieel slim investeren? Ja, 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 ja. En mijn vriend zit anders in de wedstrijd, dat doen we niet. En nu zegt hij, hadden we er maar gedaan. Ja. <laughs> omdat nu het geld veel duurder is als toen. Dus maar dat je, uh, ja, qua investeren gewoon, dat je eigenlijk gewoon denkt: oké, okay, gaan we aan het aan, einde van de Latijn, zeg maar, de, nou ja, dat is overdreven je rekening kunnen betalen, maar in ieder geval dat je gewoon echt investeert in. De plek waar je werkt en woont. En dat vind ik fantastisch. Want is bij jullie dat, dat project ook uh, wel duurder uh, uitgepakt uiteindelijk dan uh, begroot was? Of? We hebben niks begroot. Jullie hadden geen begroting? Nee. Oh, dat is het voordeel. Als je geen begroting hebt, dan kan het natuurlijk ook niet. Ja, we uh, hadden geen begroting en geen planning. Dus top. En, oh. en, en iedereen is jaloers hoe snel wij ons project hebben afgerond. Ja. <laughs> dan zeggen hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja. Maar het scheelt natuurlijk dat, dat je, ja, als je geen planning hebt en... Uh, goed met mensen kan omgaan, dan gaat het heel snel. Dat is de key volgens mij. Ja. En hey, was het wel uh, lastig voor jou? Omdat ben je van... Wat, wat voor geldtype ben jij? Ben je bijvoorbeeld meer een, een, een spaarder of een, of een investeerder? Een, uh, wat heb je nog meer? De, de struisvogel die het een beetje allemaal ontwijkt. Ik <laughs> denk niet dat ik een struisvogel ben. <laughs> nou nee, ja, ik ben uh, spaarder en investeerder. Investeerder zeg maar... Niet, niet zozeer in vastgoed, maar in... Uh, uh, aandelen vind ik, vind ik leuk om te doen. Um, en ik was ook een goede spaarder, Ja, en dan is het wel ineens dat je denkt, oké, okay, uh, dat is anders met je geld. Ja, was dat onver... moeilijk voor je? Nou, ik merkte wel dat ik dacht, ineens voor het eerste in mijn leven, dat ik, merkte dat ik dacht, oh, interessant, zeg maar, nu zie ik de bodem. <laughs> of de bodem. En dat je denkt, oké, okay, daar komt... En ik was ook nog zwanger natuurlijk in het tussenperiode. periode. Dus ja. dan was het niet helemaal... Gepland. Goed, over planning gesproken <laughs> Over planning gesproken, dat plan je niet. Dus uh, ik had eigenlijk dus gewoon verwacht, oké, okay, dit gaan we gewoon doen. Er komt nog gewoon inkomen binnen vanuit mijn bedrijf. Ik kan mijn bedrijf niet zo lopend in kregen, dat alles door bleef lopen. Dus het was wel even dat ik dacht, oh, interessant, dit gevoel ga ik nu meemaken. En dat je dan merkt, oh, maar dit gevoel ga ik omzetten en hoe ga ik hier dan mee aan de slag? Ja. En dat je denkt, oh, wauw, we hebben het gewoon zo gedaan. Dat is echt bizar dat je gewoon, ja, ik vond, vond het gewoon heel vet om mee te maken. Ja. Dus dat is leuk. Tof. Ja, eigenlijk hey. wel dankbaar, Martijn. Jij bent dankbaar, nou ja, dat dat gewoon kan. Ja, dat je gewoon beseft. Hey, we zijn onze droom aan het verbouwen. Ja, ik ben zwanger geworden. tussentijd een mooi kindje gekregen en alles loopt gewoon door. En bedrijf, ja, ook. En, uh, ja, nee, ja, dat is, dat is zeker, uh, zeker super. En waar jullie dan nu uh, wonen, is dat ook echt wel iets wat bijvoorbeeld uh, ooit eens dus op een vision board heeft gestaan of wat je echt zo voor, voorgesteld had dat het zo zou zijn? Ja, ja. ja. En het is dus wel, ik heb altijd gezegd, van ik wil graag een boerderij. in het voorhuis wonen, ik achterhuis werk ik. Ja. Nou, het is geen boerderij. Um, maar het is wel, zeg maar, voorhuis en achterhuis. Ja, 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 ja. En dat is wel hoe ik werk. Ja. Um, en ook gewoon de tuin ingaan, en dat je echt zo de tuin instapt. Ja, dat is echt, ja, dat is het wel. Ja. Hey, heerlijk. Hey, ik, ik zei net al in de, nou ja, de intro alle dingen die je gedaan hebt en die je nog steeds uh, doet. Um, ik ben heel erg nieuwsgierig naar nou ja, allemaal eigenlijk naar verschillende fases ook in je leven. Sommige dingen die je natuurlijk allemaal nu tegelijkertijd uh, spelen. Ik wil vooral even om te beginnen graag uh, nou ja, inzoomen op jouw tijd als, uh, als topsporter. Om daarmee even te beginnen. Want dat ligt ook een beetje het meeste in het. Uh, in het verleden, denk ik, die andere zaken die ik noemde, zijn volgens mij allemaal daarna ontstaan en uh, gekomen. Hoe is dat? Uh, was dat echt al van, je, van jongs af aan dat jij op, uh, op de fiets zat en dat dat een, een droom was? Of hoe is dat uh, begonnen? Nee, nee. Um, uh, het is eigenlijk meer. Weet je, mijn. Als klein kind, of kleinkind, ik ben op een boerderij opgegroeid mm -hmm. en ik heb gewoon ervaren hoe fijn het is om in de natuur te zijn. En de. de als klein kind had ik het onbewust. Dus ik was altijd heel veel graag buiten, ook graag in het bos. Ja. En toevalligerwijs ben ik gaan fietsen met mijn vader mee, omdat hij dat altijd deed. Ja. Um, dat is een heel mooi verhaal. Uh, of heel mooi. Nou, in ieder geval, ik zeurde altijd als toen ik op de uh, basisschool zat. Volgens mij zat ik groep 6, 7. Zeurde ik altijd dat ik mee wilde gaan mountainbiken. Ja. Maar ja, ik had geen mountainbike, alleen maar gewoon mijn gewone fiets. En op een gegeven moment kwam ik terug van school en toen had ik naar beneden gekeken naar mijn rode Piet dacht ik, hoezo heb je een mountainbike nodig? Ik kan ook wel gewoon met deze rode, rode Piet fiets uh -huh. mee gaan mountainbiken. Dus ik kwam toen thuis uh, van school. Ik ging de stal in naar pap en toen zei ik tegen spap: pap, hé hey pap, ik heb een idee, ik kan gewoon met die rode Piet fiets mee gaan mountainbiken, mag dat? En die man had natuurlijk gewoon, ja... Die had natuurlijk, mijn gezeur was wel een beetje beu. Dus hij had zoiets van: oké, okay, vooruit, dan mag je. Dus ga maar mee. Maar ik had mezelf voorbereid. Dus ik stelde hem ook de vraag: Ja, maar stel je voor dat ik dit leuk vind. Hoe gaan we dat dan regelen? En toen zei hij tegen mij: Ja, maar als jij ons bij kan houden, krijg jij van mij een nieuwe fiets. Nou, ik kon hun uiteraard bijhouden. Ik was natuurlijk goed gemotiveerd. Ja. En hij kocht voor zichzelf uiteindelijk een nieuwe fiets. En ik kreeg zijn oude fiets. Mooi. Maar daar is mijn passie geboren. En, um, maar het was eigenlijk meer dat ik gewoon het spelletje leuk vond. Ik vond buiten zijn leuk, het spelletje vond ik leuk. En ineens besefte ik ook, hey, oh, ik ben hier goed in. Uh, oh, er bestaat iets van een professioneel team. Oh, daar word ik doorgevraagd. Oh, cool, ik kan in een professioneel team. Oh, ik verdien er geld mee. Oh, cool, ik kan er gewoon geld mee verdienen. Dus zo is dat meer ontstaan. Uh, in plaats van dat ik destijds droomde van, hey, als klein meisje, ik, word, uh, ik ga de wereldbeker winnen of ik word wereldkampioen. Ja. Dat heb ik nooit... Uh, dus je bent dus gewoon zo er, erin uh, ja. gerold, zeg maar. Puur vanuit passie, omdat ik het leuk vind. Omdat ja. ik het echt gewoon heel vet vond. Maar toen je eenmaal verder kwam, werd het toen wel van... hé, hey, maar als ik uh, dit kan, dan is dat misschien ook wel mogelijk... Ja. dat je dan gaandeweg misschien ja. wel ja. doelen gaat stellen. En ja. er en wat serieuzer naar gaat kijken. Ja, en dat is ook al meteen mijn valko geweest. Hè? En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, is dat... Uh, oh ja, vet, gaat goed. En dan nog hoger doel, nog een hoger doel, nog meer, meer, meer. En ben ik steeds meer willen gaan bereiken op basis van wilskracht. Ja. Um, uiteindelijk ben ik zo heftig geblesseerd geraakt, helemaal onderuit gemoffeld. Ook beseft van, oké, okay, leuk die wereldbeker winnen. Maar is dit nu echt datgene wat me gelukkiger maakt? Nee, dat was absoluut niet het antwoord. Nee, maar dat vond ik uh, heel mooi. Ik heb natuurlijk voor dit gesprek even nog uh, nou ja, mijn onderzoek uh, gedaan. En onder andere veel op je, je website uh, gezeten om daar dingen te lezen. En uh, daarin schrijf je zelf van... Hè, dat je nou ja, dat uh, als, als doel gesteld had... om die wereld, uh, wereldbeker uh, te winnen. Hè, daar werk je heel lang keihard naartoe. Daar offer je ongetwijfeld heel veel dingen voor op... om daar te, te komen. En dan stond je daar... ten overstaan van een paar honderd man... Uh, op het podium. Het Wilhelmus wordt uh, gespeeld. Volgens mij had je het steenkoud. Ja. En toen dacht je bij jezelf... Is dit het nou? Is dit het nou? Ja. En ik dacht ook, what's next? Ja. Dus um... Is dat niet een ongelofelijke uh, deceptie, uh, zou ik zeggen? Als je daar zo lang naartoe hebt uh, gewerkt en dat is dan wat er door je hoofd gaat. Ja, ja achteraf dus wel. Um, en dat, op dat moment was dat heel normaal voor me. Van oké, okay, en door. Hetzelfde als dat ik hè, zowel mijn bachelor als mijn masterdiploma gewoon bij de administratie heb opgehaald. Dat ze mij daar toen ook als een raar aankeken. Uh, hoezo doe jij geen diploma-uitreiking? Nou, daar heb ik geen tijd voor. Dat was op dat moment hoe ik in het leven stond. Um, en dus het was altijd what's, what's next? And, ja, and altijd door. meer, meer, meer. En door, ja. En het is ook wel een stukje wat je vanuit huis uit mee hebt gekregen. En ja, ook wel, hè, daar is dus ontstaan voor het werk wat ik nu doe. Weet je. Ik zat gewoon in zo'n patroon wat echt... Uh, ja, het is een heel duur Nederlands woord, distracteus Of in ieder geval, I don't know, kent het woord niet eens. Maar in ieder geval, waardoor je jezelf dus als het ware aan het uitknijpen bent. Ja. Is gewoon echt, daar is gewoon, ja, ben ik in een patroon gestapt wat niet zo heel handig was. Nee. Maar welke, want dan ben je eigenlijk, uh, nou ja, nooit, uh, als je het hebt over geluk of steenrijk zijn, dan denk ik dat je altijd weer dat volgende doel ja. aan het najagen bent ja. en bent nooit klaar. Nee. Uh, ik kan me voorstellen dat je, je heel erg onrustig voelt. Ja. Wat is dan voor jou het moment geweest dat je nou ja, ingezien hebt van, hé, hey, uh, ja, uh, dit moet anders? Um, oh, dat is wel een mooie vraag. Want nu zeg je bijvoorbeeld ook richting... Uh, je de mensen die je coach, geloof ik. Of, of probeer je hem bij te brengen. Van, ja, ben je onderweg ook al gelukkig? Ja, hè, ja, in ja, die reis daar naartoe. Ja, in plaats ja, van op het moment ja, dat je dat einddoel haalt. Ja, en ik trek nu ook heel vaak een fles champagne open. Hè, voor mezelf, maar ook met klanten. of <laughs> Voor mezelf vind ik niet zo heel handig. Maar in ieder geval, welke overwinningen heb je te vieren? Wij ja. je echt super dankbaar bent voor wat je aan het doen bent. En ja. dat die reis vele malen essentieeler is. Want afgelopen week was er ook een nieuwe klant uh, met wie ik ga samenwerken. Die kwam bij mij. Heeft echt een heel mooi familiebedrijf. Echt fantastisch goed opgebouwd. Echt dat je denkt, wauw, hoe heb je dit op weten te bouwen? Ja, ja en nu is die, um, ik, ik heb zijn leeftijd eigenlijk niet eens gevraagd, maar rond de 60, uh, is uit zijn bedrijf gestapt. Mm -hmm. En eigenlijk letterlijk zegt hij tegen mij, ja Sanne, weet je, als ik niks te doen heb, voel ik me echt ongelukkig. Zo wie ben ik nu? En ik denk, ja, weet je, daar herken ik mezelf in. Maar ik ben geen 62, ik kwam er al achter toen ik uh, 23 was. Dus dat is een verschil. Um, maar ja, het draait niet om meer. Dus, maar wat voor mij het moment is geweest van, hé hey, dit moet anders, is, is in mijn blessureperiode geweest. Dat ik, ik ben heel heftig geblesseerd geraakt. En mijn lichaam letterlijk op de rem trapte. Ja. Ik kon gewoon niet meer fietsen. Dat, dat was nadat je die, die wereld bij je ja, had. Ik uh, denk anderhalf jaar later. Mm -hmm. En ik had ook mijn master afgerond. Dus ik was alleen maar ik was professioneel wielrenster dead sit ik was natuurlijk veel meer. Dat vond ik ook echt verschrikkelijk als mensen op feestjes alleen maar over mijn sport praten, dat vond ik ook verschrikkelijk. En toen kon ik gewoon niet meer fietsen. En toen ging ik vanuit diezelfde vibe revalideren. Dus binnen een week had ik alle afspraken met allerlei specialisten gemaakt. Ik was stad en land had ik afgereden. En op een gegeven moment ja, iedereen constateerde van alles. Kon gewoon niet meer fietsen, maar ik had last in van mijn bovenbenen, linker en rechter bovenbeen had ik last van. Mm -hmm. En ze constateerde alleen links fysiek, constateerde ze medische dingen. En als je de medische molen in gaat, constateren ze altijd van alles. Maar iedere keer vroeg ik: Oké, okay, als je mijn links gaat opereren, hoe verklaar je klachten rechts? En dan zei ze: Ja, maar dan kunnen we toch proberen, mevrouw? Toen dacht ik ook echt: Oh jeetje, man, wat is dit een commercieel systeem? De zorg, dat dacht ik toen al. Ja. Dan ik, maar ja, jij gaat je mij niet proberen te opereren. omdat misschien ook mijn klachten weggaan. Ik wilde echt een goed gevoel van mij hebben. want dit is de oplossing. Maar dat had ik niet. Klinkt een beetje als een, uh, ja, een proefkonijn. Uh... Ja. ja, en dat, dat wilde ik gewoon niet. En dan denk je, ja, ik ben gewoon een gezond mens. Ik wil toevallig topsport doen. en met deze klacht kan ik geen topsport doen. Nou, en vanaf toen uh, ja, ben ik de zoektocht aangegaan van wat dan wel. En dat was alleen makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Wat dan wel. Ja. En uh, daar is toen uiteindelijk bij mij de shift gaan ontstaan van, oké, okay, het moet anders. Dus in plaats van het vechten, meer met meer, meer. Want letterlijk, toen ik in gesprek was met een vriendin van mij, die huisarts is, die een verhaal vertelde over een van haar patiënten. En die vertelde het verhaal van, ja, ik weet niet wat ze heeft. Weet je, ik heb het er al over aan alle specialisten gestuurd. Ik heb het er nu maar naar de osteopaat gestuurd, want het zit tussen haar oren. En toen werd ik boos, want iedereen, of er zijn ook mensen tegen mij, het zit misschien wel tussen je oren. Misschien weet je gewoon wel niet meer wat pijn doen of pijn hebben is. Hm. Maar als mensen dat zeggen, dan zeggen ze eigenlijk meer, je bent gek geworden, mevrouw van Paas. Hè? Althans, zo kwam dat over. <laughs> ja, weet dat, dat niet... ze het medisch niet kunnen, kunnen ja? verklaren ja. en daardoor maar denken van... Het, ja. het zal al mentaal zijn, het zal ja. psychisch wel zijn. Maar toen besefte ik wel, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ja, die is mooi, En ja. Dacht ik, ja, fuck, ik ben gewoon vanuit diezelfde vibe dat ik wilde winnen. Ben ik ook vanuit, vanuit die winnaarsmentaliteit ben ik aan het revalideren. Ik dacht een beetje dat een maakbare wereld bestond. Hè? Weet ja. je, als je maar gewoon gas geeft, dan los ik het wel op. Maar als dat niet het antwoord is, wat is dan wel het antwoord? Ja, tegenovergestelde van gas geven is op de rempedaal staan, ontspannen, niks doen. Oké, okay, kan ik dat eigenlijk wel? Nee, dat kan ik niet. <laughs> nee. En dat ben ik me toen in gaan verdiepen. Wat betekent dat dan voor mij? Wat is dat ontspannen dan voor mij? Hoe doe ik dat? Nou, het was echt een heel, maar... Dat ben ik gaan doen. Ja, dit is best een, een, een lange fase geweest volgens mij. Hè? Dat je ja. die spiegel voorgehouden kreeg en dat je dit moest, moest, moest leren of zo. We ja. hebben het over, ik geloof, anderhalf jaar ja. of zo. Ja, anderhalf jaar heb ik. Je niet zegt kunnen van, koersen. ik ben blij dat mijn vriend nog steeds uh, bij, bij me is. Mij ja. Dat is dus echt ik. een hele heftige tijd. Ja, ik denk dat uh, ik denk dat veel mensen dat herkennen. Als je zelf niet lekker in je vel zit, dan... Uh, in mijn geval fysieke klachten, nou, dan ben je mentaal ook niet helemaal lekker. Nou ja, dan ben ik ook niet de meest leuke persoon voor mijn omgeving geweest. Dus ik ben inderdaad nog steeds blij dat mijn vriend bij mij is. Ja, dat snap ik, snap ik. En hij ook. Ja, dat mag ik aannemen. Ja. Ja. Hij ook, zegt hij. Hey, wat, um, wat maakt het het allerheftigste, die, die periode? en wat, wat is het grootste inzicht dat je daaruit gehaald hebt? toevallig was ik vanochtend voor mezelf daar een podcast over op aan het nemen. En wat ik nu besef is echt het mooiste inzicht, wat ik uit dieper periode haal, is dat je in staat bent om je eigen energie te activeren. Dus dat je in staat bent om zelf, jouw fysieke klachten, de energie in je lijf te laten stromen. Heel vaak zijn we op zoek naar, hé hey, oké, okay, okay, op dat moment wilde ik liefst van een dokter een briefje hebben, hé hey, zo moet je het doen Sanne, zo los je top. Als ze destijds tegen me hadden gezegd: Sanne, ga gewoon iedere dag 30 minuten op, op je hoofd staan ja. op zijn kop. Dan is het opgelost. Dat had ik graag gewild. Maar zo makkelijk is het niet. En daarom kan ik me voorstellen, als mensen nu naar mij luisteren denk ik: ja, Je kan je energie in je lijf activeren van ja, onzin. Ja, dat dacht ik toen ook. Maar dat is wel <laughs> wat ik destijds heb geleerd. En dat ik voel van wow, er zit zoveel in. Er zit zoveel. Ja, het is gewoon heel mooi als je dat kan. En dat heeft mij toen wel, uh, heb ik toen wel ontdekt. Maar je bent ook wel tot het inzicht gekomen op jonge leeftijd. al dat nou ja, die, die topsport. dat je dat uh, toch achter je moest, uh, moest laten, toch? Ja, het maakte mij niet gelukkiger. Het draait niet om al te meer. meer winnen, meer presteren. het draait om iets anders in je leven. dan het fysiek letterlijk nastreven. en jouw woorden steenrijk zijn. Ja. Jor, ja, dan ben je best. Uh, best een lege hul zoals dat letterlijk het is. In mijn geval meer wedstrijden winnen. Dat ja. ja, maakte mij... Uh, dat vervulde mij niet. En toen kwam je tot het inzicht om die nou ja, inzichten in, 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 in een andere rol te gaan toepassen en die lessen met andere mensen te gaan, te gaan delen? of nou ja, Waar ik destijds al veel tegen aangaf, ik gaf heel veel mouten my clinics. En, hè, dan ga je met technische skills werken om daar mensen handiger mee te maken. En op een gegeven moment toen zag ik een patroon, dacht ik, oh, dit is interessant. Ik zag aan hun lichaamshouding zag ik ook kon ik bepaalde aannames maken waar ze in het dagelijks leven tegen aanliepen. En dan mensen zeiden, hoe weet je dat? Ja, dat zie ik aan jou. Dus ik zag dat door de lichaamshouding en ook hoe ze bepaalde dingen deden met hun energie zag ik ook dat dat vertaalde richting nog meerdere patronen in hun leven. toen dacht ik, dit is interessant en daar is voor mij uiteindelijk een zaadje ontstaan. Ik denk ja, hey, waar ik tegenaan loop, lopen ook veel andere mensen tegenaan dat ze alsmaar streven naar meer en gaan de weg zichzelf verliezen. Ja, en uiteindelijk is daar het beginsel voor het vak wat ik nu doe of het zijn wie ik ben, uh, is daar geboren. Ja, Wat het mooie is, uh, je hebt daar ook mooie uitspraken over die je deelt, dat het over dat stukje uh, duurzaamheid ook, uh, ook gaat. Hè? Dus om dingen op een duurzame manier te doen. Ik herken me daar wel heel erg in, want en jij, jij zegt zelf ook van ja, het is niet moeilijk om succesvol te zijn. Nee. Daar heb je een paar dingen voor nodig. Hè? En een duidelijk doel een focus en dan gaan. En dan, ja. dan haal je dat wel. Ja. Alleen omdat dus uh, veel mensen die gaan zichzelf dan uh, nou ja, voorbij. Ja. En dat is ook, waar ik nu bij mezelf werk met mijn bedrijf. Of merk bij mijn bedrijf is echt denk: ook denk, oh, wauw, ik kom zo uit mijn zwangerschapsverlof en er komt van alles naar mij toe en ja. het stroomt als een malle. En ik voel ergens: ik mag gaan opschalen of ik mag, hè, van, ik mag anders gaan werken. Want op deze manier, ja, ik voel er zit iets aan te komen. Maar dan is het elke keer: van ja, oké, okay, wat ga ik dan doen? Weet je, en wat past bij mij? En. Ik voel heel erg makkelijk, het is heel makkelijk om weer advertenties aan te zetten en dit te gaan doen. En dan gaan we hè, op een bepaalde manier opschalen. En dan ja. denk ik, ja maar maakt het me echt gelukkiger? Maakt het me echt gelukkiger om op deze manier te werken? En hè, die, of ik er blij van word, is een stukje duurzaam weten. Als ik het vanuit wilskracht ga doen en pushen om dan meer resultaten te bereiken, die ben ik echt aan het afwegen van. Ja, alles kan, alles heeft een prijs, maar ben ik ook bereid om die prijs te betalen? Ja. En is het nog nodig in jouw situatie om dat te doen? Ja. En wat is het allerbelangrijkste? En vooral nu dat Nora er is, denk ik ja. Ja, wat, wat is het? Ja. Dat vind ik een mooie vraag. Nee, dat zijn zeker uh, de, de, de mooie, mooie vragen. Hey, op, toch wel heel even terug nog naar dat stukje van topsporten. Want ondanks dat mensen nu dit misschien horen... die denken van, nou ja goed, uh, wereldkampioen worden... of een groot doel nastreven... dat is het misschien helemaal niet. Tenzij je ook wel echt van de weg naartoe geniet... en het op een duurzame manier doet. Ja. Maar wat is er voor nodig naar jouw mening? Wat zijn de ingrediënten om kampioen te worden? In wat voor een veld dan, ja. dan ook? Ja, een kampioen worden is hè, winnen. <laughs> nou ja, kampioen worden is niet zo moeilijk... Jij, wat jij zei het net zelf al, hè? focus hebben, blijven gaan, winstgevende routines geloof ik heel erg in. Hè? Winstgevende dus, routines, oké. Okay. Dus ja. dat, je, dat je voor jezelf een manier ontwikkelt van routines die in je systeem zitten, mm -hmm. die daaraan bijdragen. Ja, en het op kunnen brengen om op te komen dagen. Da dat doen heel veel mensen niet. Veel mensen dagen niet op. Hè? Dus die, die komen niet op dagen, zijn niet bereid om die prijs ervoor te betalen om te winnen. Um, dus jij zegt echt dat een van de grootste ingrediënten gewoon uh, nou het opdagen is. Ja, definitely. Weet je, ja, het, is, ja, het, is, het is heel makkelijk. En ik kan ook een anekdote daarvan vertellen. Is dat ik weet ik op een gegeven moment, um, had ik een sporttest gedaan. En zei die sportarts letterlijk tegen mij, ja, met jouw test... Oké, okay, opkomen dagen en die mindset, hè? Die, die sportacht zei tegen mij, ja, maar jouw je testkij, beter die wedstrijd, moet je echt niet gaan rijden. Nee. Dat is echt uh, onzin. En toen was ik echt nog in broekie, was ik, echt, nou, was ik echt belofte dames. Het stond ik gewoon bij de elite dames, stond ik op het podium. Het was een wereldbekerwedstrijd, heel de top van, van de wereld stond aan de start, werd ik derde. En om, omdat ik opkwam dagen, dat ik bereid was om mijn trainingsarbeid ervoor te doen, maar ook dat ik een ijzersterke mindset had, dus dat ik me niet uit het loodje liet staan, dit is mijn doel, dan ga ik voor no matter what. Ja, weet je, we zijn ook niet bereid om, om, om zeg maar no matter what te doen. Weet je, Die mindset is zo belangrijk, die combinatie. Maar heel vaak zijn we niet bereid of om te trainen, hè, de meters ervoor te maken, want we zien heel vaak het succes, maar we, weten, hè, we zien heel vaak niet wat iemand er echt werkelijk nee. voor gedaan heeft vooraf. En die mindset, we laten ons heel vaak uit het veld slaan. Alleen ja, dan is de vraag voor duurzaam gaat winnen. Hè. Dus dat is, dat is het inzicht wat ik daarna heb gekregen. Maar alleen eenmalig winnen is niet zo heel moeilijk. Ik vind dat uh, nou ja, bijzonder dat je dat zegt. Van, ja, het is niet, niet moeilijk om, om eenmalig te winnen of om, of om kampioen ergens in, uh, in, in te worden. Nee. Ik denk dat jij daar zelf ook een voorbeeld van bent. Ja, alleen het stukje duurzaamheid ook. Daar kan ik ook nog steeds wel uh, in leren. Hè. Want het is wel inderdaad van ja, goed, welke opofferingen maak je. Ja onderweg om, uh, om daar te komen. Ja. Nou, en ik denk dat dat, weet je, dat is denk ik een mooie vraag die iedereen zichzelf mag stellen. Van hé, hey, hoe zorg je dat je duurzaam wint? En wat betekent winnen dan nog? Want in mijn geval ook, ja, wat is op dit moment duurzaam winnen voor mij? Als je al, weet je al, moet het altijd om meer? In mijn geval is het echt gewoon nee, het moet niet altijd meer. Ik wil meer kwaliteit, ik wil meer... In het bos zijn. Ik wil nog meer wandelen met mijn hond, uh, met mijn dochter spelen. Weet, dat zijn dingen waar ik echt ultiem blij van word. Ja. Nou ja, en, 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 en als je misschien meer wil in bepaalde aspecten van het leven: meer gezondheid, meer kwaliteit van, van leven, meer uh, geluk, dan ben je ook. Uh, dan kan dat soms ook juist zijn om dat te bereiken dat je juist minder moet uh, gaan, uh, gaan doen. Hè? Bijvoorbeeld minder werken of minder druk maken. Of ja, sowieso minder. Minder druk vaak maken. ja, dat sowieso. Uh, ook sowieso minder vaak ja zeggen. Minder vaak ja zeggen, inderdaad. <laughs> ja. Ja. Ik, ja. Dat vind ik echt nog wel een uitdaging, omdat ik dingen heel erg leuk vind. En dan denk je vaak dat als je nee zegt tegen iets, dat je nou, daarmee minder mogelijkheden voor jezelf creëert. Ja. Of dat je een kans uh, onbenut laat ofzo. Ja. Terwijl je... Ja, door nee te zeggen, juist ja zegt, keihard tegen iets anders. Ja. Ik zeg altijd, hè? nee zeggen tegen een ander betekent ja zeggen tegen jezelf. Dus zelf essentieel de je glashard um, weet nee waarom... Nee zeggen tegen een ander betekent ja zeggen tegen jezelf. Ja, ja. ja want dan, dan geef je jezelf meer ruimte om echt te doen waar jij blij van wordt. En ook het stukje met winnen, want jij had net over winnen, wat ik daar ook altijd over zeg. Als jij je eigen spelregels bepaalt... Win je altijd, ja? Ik zei die nog uh, tegen mijn collega's uh, hiervoor. want je hebt echt mooie, uh, ja. mooie uitspraken, uh, vind ik. Zoals die inderdaad: ja. van als je je eigen spelregels bepaalt, dan win je altijd. Ja, dan mag je ook vals spelen. Dat vind ik dan ook heel mooi. Nou ja, goed. Ja. als je zelf de spelregels bepaalt, mag je die ook tijdens het spel veranderen. Ja, ja maar dat kijk, het stukje met. In mijn optiek, als jij dan ben jij een winnaar, Op mij gaat het niet om. Weet je, wel, ik vind het echt heel leeg als mensen, dus echt super succesvol zijn voor de buitenwereld. En als dan zo iemand met wie ik dan hè, in gesprek ben, maar zich eigen leeg voelt, geen voldoening hebben, ik denk je wie ben ik nu eigenlijk? Dan ben je echt, ja, weet je, wel, alleen het succes voor de buitenwereld, hè? dus in materiële zin, ja, dat is, dat is super easy. Maar wil je dat nog doen met een voldaan gevoel, is iets echt iets anders of wil je dat doen dat je um, omgeving meegaat. Want daar hebben wij het samen, ik heb denk drie jaar rond die tijd dat we elkaar leren kennen, was ik ook met vastgoed bezig. Op dat moment was, stond mijn vriend daar helemaal niet achter. Nee. Die zei echt, jee, ik denk als ik dat toen door had gedrukt, was onze relatie op zijn klip geklopt. Ja, dat zei je toen meegemaakt. Ja. Want jij wilde wel uh, graag, maar hij was helemaal... Maar hij met, was echt uh, goed, helemaal in de weerstand. Ja. En toen ben ik met mezelf de vraag gesteld, ben ik bereid om deze prijs te betalen? Nee, absoluut niet. Weet je, onze relatie staat echt daarboven. Ja nu zegt hij, hadden we dat toen maar gedaan, Ja, dat is iets anders. Maar ik voel gewoon, weet je, dit hebben wij samen nodig in ons proces, in onze relatie. En als ik nu dadelijk vastgoed wil investeren, of wat dan ook waar ik in wil investeren. Wat relevant is, ja. dan zegt hij, ja, dat doen we. Ik voel dat hij daar nu op dat punt komt, oké, okay, dat gaan we doen. Maar wat heeft daar dan voor gezorgd bij hem dat hij op dat punt nu... Ja, ja weet je al, uh, hij, ziet natuurlijk nu, hij heeft mij verlangen toen gevoeld. Toen raakte hij in de stress. Nu zijn wij natuurlijk uh, verhuisd, hebben we ook een verbouwing gedaan. Je ziet gewoon dat hij ook plezier heeft zeg maar, in dat proces te coördineren. Dus ik kan me ook voorstellen dat we het nu eerder samen gaan doen, met ook met iets verbouwen. Hij is er echt uh, super goed in om een, een verbouwing te leiden. Zonder planning of budget zonder ja vooral een budget is heel handig als je voor gaat van bouwen zonder budget ja, nou ja. <laughs> maar zonder planning hij, hij weet het voor elkaar te krijgen om naar binnen de planning te doen dus nee, dat vindt, ja, knap. vindt ja. hij dat is echt zijn spel maar wat ik wil zeggen is je groeit met elkaar mee en ja dus ik ben ik wil niet overal die prijs voor betalen om iets te realiseren maar andere dingen zijn belangrijker Nee, mooie, um, mooie inzichten hoe bepaal je voor jezelf die, die, die juiste Prioriteiten op een, op een dagelijkse, dagelijkse basis. Stel, ik doe jou nu een voorstel om nou ja, iets te doen wat van jou iets, iets vergt qua tijd of energie die je daar aan moet. Ja. Nou, doe maar een voorstel, nee. Nou ja, bijvoorbeeld deze podcast. Ja. Bijvoorbeeld. Waarom uh, zeg je hier dan bijvoorbeeld ja. wel uh, ja tegen? Wat zijn dan de, de, de criteria waar het ja. aan moet, uh, moet voldoen? Die criteria zijn bij mij niet heel zwart-wit. Onze podcast hebben we ook een aantal keren verplaatst gehad. Hè. Dus dat is ook mede de reden omdat ik dan echt gewoon invroed. Was de enige reden dat je hier zit was dat je schuldig voelde dat het nog steeds niet Ja, Ja, je nee, moet van Martijn. Uh, schuldig. Okay, ja, nee, ik heb het ik vind het gewoon fantastisch om hier te zijn. Uh, maar omdat ik nu voel van. hé, hey, ik was eerst volgens mij uh, zat ik nog in mijn zwangerschap. Hè. Uh, Nora, ik heb heel veel onderzoeken gehad tijdens mijn verzwangerschap dat ik op een gegeven moment voelde van weet je pff, ik, ik heb genoeg gewoon, ik wil gewoon lekker thuis zijn dat ik gewoon echt voelde, hey, ja. hier is mijn honk en nu even, dat denk ik, een paar weken terug toen was toen was het, liep het nog niet helemaal soepel met de opvang en dat ja, soort dingetjes en sorry. nu voel ik, hey, I'm here weet je, nu is tijd ervoor ja. om weer op te komen dagen, dus het is ook een stukje inchecken bij mezelf van oké okay, uh, met, uh, het kost me energie, het reizen, maar het levert me ook energie op. Is het dat het me meer kost? Is dat lager dan dat het me oplevert? Nou, dat gevoel heb ik nu. Dus dat bepaal ik van: hé, hey, um, hoe zit dat in die balans? Maar ik check ook iedere dag bij mezelf. S ochtends zit ik eventjes alleen met mezelf, of met Kenji en onze hond, of wat dan ook. In ieder geval neem ik even tijd voor mezelf. En dan ja, check ik even van: hé. Hey, hoe ga ik vandaag het verschil maken? Waar krijg ik vandaag energie van? En dat Moet doe ik, ik er nog extra. Ja, want dat inchecken bij jezelf... dat is iets wat, wat heel veel mensen niet, niet doen. Nee. Omdat ze niet weten hoe of dat... Nou ja, gewoon zo druk zijn dat ze maar doorrennen. Ja. Uh, ja. Hoe doe jij dat dan? Moet ik me dan voorstellen dat uh, Sanne daar... op een, uh, een yogamatje zit je dan te, te, te mediteren? Of, of is dat gewoon terwijl je aan het wandelen bent met de hond? Of... Nou, ook dat doe ik op verschillende manieren. Dus, dus het gaat erom: het is gewoon een winstgevende routine. Dat ik iedere ochtend tijd voor mezelf maak. En de ene keer is dat wandelen met de hond. De andere keer is dat fietsen. De andere keer zit ik gewoon op de bank met een kop thee. Ben ik aan het schrijven. Maar het is iedere dag dat ik de vraag stel aan mezelf: hé, hey, wat heb ik vandaag nodig om nog energieker, waar ik plezier uit haal? Hey, wat heb ik nodig dat ik nog meer ga bruisen? En hoe ga ik vandaag het verschil maken? En die dingen ga ik doen. Kan je nog meer bruisen? <laughs> kan je nog meer bruisen? <laughs> nou ja, weet je... Het aanzetten van je eigen energie is wel essentieel. Ja. Dus op dit moment denk ik niet dat ik heel veel meer kan bruisen. Maar dat is gewoon... Ja, je dat zit al in leg... je, je bruislimiet. Ja, ik, zit, ja nou, ik, weet je, ik weet niet of ik meer kan bruisen. Maar ja, ik dim ook af en toe. Meer en dan... is niet altijd beter. Sorry? Meer is niet altijd nee. beter. Ik, ik, volgens mij is nu hoef ik niet per se nu meer te bruisen. Maar... Het is wel zo, weet je, als ik voel van, hé, hey, het loopt even niet. Net toen ik bevallen was, vond ik dat wel mooi. He, we moesten een week in het ziekenhuis blijven. In die week ben ik 45 minuten buiten geweest. 45 ja. minuten in een week. Terwijl ik normaal, nou, ik denk dat ik wel drie uur per dag in het bos ben. Dat red ik makkelijk. Ik ben veel met mijn klanten in het bos, werk veel in het bos, veel buiten. En dan ben je een week tijd drie, drie kwartier buiten. Nou, ik voelde me echt. Ik dacht, wow. Um, en daar ben ik toen wel nog bewuster van geworden. Van, hé, hey, het buiten zijn is voor mij essentieel. Dat is een spelregel, echt buiten de natuur zijn. Maar ook, ik voelde ook, ik was even overrompeld wat er allemaal gebeurde. Keizersnede gehad, operatie in het ziekenhuis. En ik was mijn routine vergeten. Mijn winstgevende routine in de ochtend. Eerst tijd voor mezelf, even inchecken. En dat ben ik weer gaan doen. En dat ik eigenlijk voelde, hé, hey, ik kom buiten te kort. Dat ik een vriendin opbelde. Wil jij... Mij met de rolstoel naar buiten rijden. Dus zij is mijn rolstoel naar buiten gaan rijden. Ja. Nou, ik was echt als een kind gewoon buiten zijn. En ja, van de week was ik, moest ik ook in Amsterdam zijn. En dan stapte ik daar buiten de stad in. En ik voelde die energie van de stad, al die mensen met koptelefoons op. En dan dacht ik: oh man, echt in het bos zijn, in de natuur zijn. Voor mij is dat echt bos. Maar in de natuur zijn, dat ik zo makkelijk oplaad. Dat is gewoon echt. Ja, een key ingrediënt. is gewoon voor mij een spelregel om in het bos te zijn om lekker met energie te zitten. Maar ja, als je het hebt over energie, over bruisen. Ja, ik voel dat altijd in de natuur. Als je in een bos loopt. Al dat, al dat leven wat er is ja. van die bomen en die struiken ja. en uh, die beesten. Dat... Ja. ja. Maar ja, er zijn de meeste. Hoe doe je dat? Nou, ik probeer dat wel weer vaker uh, te doen. Ik heb dat, als je het hebt over winstgevende routines, heb ik dat op Curaçao uh, gedaan. En ja. dan stapte ik elke ochtend om zes uur in de auto. Ja. En dan uh, reed ik even vijf minuutjes. En dan uh, kwam ik op een, uh, nou ja, bij de zoutpannen of hele mooie natuur. En dan ging ik ja. daar gewoon in mijn eentje wandelen. Ja. Ik merk wel weer dat die routine om die hier in Nederland uh, voor te zetten, dat dat weer uh, wat, uh, wat lastiger is. Waarom is dat lastiger? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Dat, dat vind ik wel interessant ook, inderdaad. Ja. Nou ja, ik zie dat heel veel mensen dat het in Nederland lastig vinden. En dat is ook het stukje waar ik mijn afgelopen periode heel veel in ben gaan verdiepen. Of afgelopen periode, afgelopen jaren, ook een stukje waar komt mijn blessure vandaan komt. Vanuit mijn familie, van mijn patroon vandaan. Ja. En vanuit mijn familiesysteem. Maar Nederland is ook een systeem. En vooral als ik merk richting de Randstad kom, dan voel ik hier, of hier, nou, vooral in Amsterdam, ook een bepaalde hectiek. Er zit in Nederland een bepaalde snelheid. Volgens mij zit dat letterlijk in ons systeem van Nederland een bepaalde voorwaartse energie. Ja. En dat je daar onbewust instapt, dat je onbewust met die energie meegaat. Als ja, je in Spanje de... bent, ben je ook relaxer. omdat daar meer re, een tranquilo een, energie ja, hangt. Dat klopt. Ja, je merkt dat je daar redelijk makkelijk... Uh... Nou, aan aanpast aan die omgeving. En dat je misschien hier in Nederland de meeste mensen het gevoel hebben. Dat je daarin nou, mee moet. Of automatisch in meegaat. Nou ja, Ik denk dat het automatisch is. Je, als je onbewust leeft. Dan ga je er automatisch in mee. Maar op het moment dat je er bewust van wordt. Hé, hey, schijnbaar word ik daar op die manier aangezet hier in Nederland. Is het extra belangrijk. Dat je keen bent op je eigen spelregels. Zodat je vanuit je eigen energie kan komen opdragen. dagen, Dragen. Opdagen. Dagen. Opdagen. Ja. Hetzelfde met een bedrijf. Dan voel je, je ook bij een bepaald bedrijf een bepaalde energie. En dat is wat de onderstroom doet, dat je dus onbewust in de energie van die organisatie meegaat, dat helemaal niet bij jou past. Ja, daar kan ik u over lullen. Dat is ik dat is <laughs> Interessant. Hey, um, behalve dat ochtends even uh, bij jezelf uh, inchecken, zijn er nog andere. Uh, uh, winst, nee, hoe zeg je het nou? Uh, winstgevende routines. Winstgevende routines, inderdaad, die jij hebt in, uh, in de dag. Die ochtend is voor mij echt de allerbelangrijkste. Echt. Echt het allerbelangrijkste. Als je die ook niet doet, daar de tijd niet voor neemt, dan is je hele dag. Uh... Nee, ja, zo, zo erg is het ook wel niet. Het is niet mijn dag verprutst. <laughs> maar dan merk ik wel echt gewoon wel. Dat is gewoon voor mij echt een eikpunt. Nou ja, jij zegt dat we hadden vorige week iemand in de podcast. Die had dan ook van die routines. En dan hadden ze s ochtends uh, melk met, uh, nou, ik weet niet meer, met een uh, rode, rode bessen of zo. En dan waren die bessen wel eens op. Was iemand die vergeten te bestellen of te, te kopen? Nou, dan was de hele dag uh, verpest, omdat die routine niet uh, ja. was zoals hij uh, moest, uh, moest zijn. Dus, uh... Nee, maar ik geloof erin, in leiderschap nemen. Weet je, aan leiderschap nemen is ook. Weet je, als ik geen tijd heb voor die routine, moet dat niet mijn dag bepalen. Dus leiderschap nemen is, ben jij in staat om te blijven staan als de storm om je heen boekert, draait? En dat is ook met, hè, wat ik bedoel met die systeemenergieën. ben je in staat om bij jezelf te blijven, wat er ook om je heen gebeurt, om weer die regie te pakken. Ja, kijk, en zo zijn er allerlei dingen um, die ik dus onbewust de dag doe, door de dag heen doe, om te merken, hé, hey, hoe is mijn energie? Schommelt die? dat ik dan leiderschap kan pakken, hoe kan ik hem switchen, hoe kan ik hem, hoe kan ik mijn energie weer laten bruisen? Ja, en dat, ik kan heel smakelijk mijn eigen energie weer aanzetten en dat is ook waar ik andere mensen mee begeleid. Hoe kan je, je energie weer activeren? Dus dat doe ik onbewust denk ik wel heel veel. Dat, dat ik zeker. Dat je dat nou ja, een paar keer tijdens de dag even gewoon, gewoon voelt even bij jezelf incheckt en dat dat dus kennelijk ja. Uh, ja, een, uh, een knop is die uh, even een tandje hoger ja. kan uh, kan zetten. Ja, dat. Ja. Hey, hoe heeft het um, moeder zijn, het moederschap, wat heeft dat jou tot nu toe... Uh, voor, ja, hoe heeft dat je veranderd? Wat heeft dat jou voor een, uh, voor een inzicht uh, gegeven? Mooie vraag. Maar, uh, sowieso het praktische zijn een aantal dingen... maar ook sowieso... Uh, Nora is op ons pad gekomen... Uh, onverwacht zwanger geraakt echt en het is fantastisch. Ik vind ja. echt, ik had niet verwacht dat moederschap zo leuk zou zijn. Echt bijzonder. Maar ik voelde vanaf het moment dat ik zwanger werd Wow. het gaat echt impact maken. En ik merkte toen al dat Nora mijn boodschap kwam van dat ik veel met ik, ik weet niet of je dat kent, term doula. Ja. Je ook een doula bij de bevalling. Ik een doula ja, ja. bij de bevalling. En dat vind ik echt fantastisch. Om echt die doula-energie, om daar meer mee te werken. Ja. En in mijn gevoel, uh, een doula kan je dus inzetten tijdens een bevalling. En dan krijg je letterlijk voor door, ik ben een doula. Ik kan me niet voorstellen dat ik bij bevalling aanwezig ga zijn. Dus daar ga ik dus waarschijnlijk, misschien ik sluit het niet uit in de toekomst. Maar die doula-energie, daar mag ik veel meer mee doen. En voor mijn gevoel begeleidt een doula je echt meer naar jouw ware zijn, om bij je oerkracht te blijven. En ik voel dan alles, ja, maar dat is precies wat ik doe. De mensen echt laat landen bij hun oerenergie, hun oerkracht, hun pure zijn. En ja, die komt nog steeds helder naar voren, dat ik daar op die manier nog meer mag komen opdagen. Dus wat Nora mij verandert, is om echt nog helder te zijn in mijn werk wat ik doe... Mm -hmm. Dus ook het stukje met de energie waar ik mee werk, daar nog meer het podium voor te pakken. Maar aan de andere kant maakt zij, zet zij mij nog meer op scherp ja, om keuzes te maken. Om nee te zeggen. Om, ja weet je wel, eh, niet meer alles kan. En iets is veel belangrijker dan ja. dat alles. Dus ja, echt het kiezen, het op scherp zetten. Nog meer met waar ga ik mijn tijd aan besteden. Dat vind ik echt heel mooi. Een mooie nu al. Hè, want het is nog niet. Uh, nee, 4,5 maand. Vier een halve maand is, uh, ja. is er nu. Ja. Is het heel anders geweest, zowel de zwangerschap als het moeder zijn, tot nu toe dan je verwacht had, kan je daar überhaupt een voorstelling van, van maken vooraf. Nee, het moeder zijn kon ik echt geen voorstelling van maken. Um, ik heb altijd getwijfeld of dat er iets van mij zou zijn. Ja. Omdat ik ook dacht, oh, het gaat me zoveel in beslag nemen. Dat is echt allemaal vanuit mijn hoofd. Ja, jij dacht, uh, nou, daar, daar, hè, dat is een hele verantwoordelijkheid, daar gaat mijn vrijheid. Ja, uh, dat. Ja. En ik uh, krijg er zoveel liefde voor terug. Dus ja, de, de clichés zijn alle, waar. Alle clichés zijn <laughs> waar, ja. De clichés zijn waar. Nee, maar ik merk wel richting mijn bedrijf uh, dat ze me gewoon echt op alle kanten op scherp zet. Zeg maar richting het ondernemerschap. Dit nog duidelijke keuzes laten maken was nu echt belangrijk. En dat het ook mij uitnodigt om nog meer tot de kern te komen. Dus eigenlijk uh, met slechts 4,5 maand oud is hij nu al jou, uh, jouw coach. Oh, maar dat sowieso hè. <laughs> ja, maar dat, is, dat vind ik wel bijzonder. Omdat ik dus veel met uh, familieopstellingen, systemisch werk uh, doe. Uh, heb ik dingen geleerd. En dan zie ik ook dingen in opstellingen voorbij komen. En dan zie ik ook altijd dat kinderen je grootste leermeester zijn. Ja. En nu mag ik dat natuurlijk e echt zelf ervaren. En dat ook gewoon nu al af en toe merk ik dat er bepaalde dynamieken plaatsvinden. Dat ik denk... Weet je wel, had ik samen met mijn vriend woorden en ik begin Nora ineens te huilen. En letterlijk zeg ik tegen Nora, nou, toen was ze vier maanden oud, zei ik letterlijk: Joh, hey, dit is iets wat tussen mij en je vader spreekt, Die hoef je jezelf niet mee te bemoeien. En ze wordt gewoon stil. Had ik dan wat. En dat is ook wat ik in opstellingen zie gebeuren. Dat kinderen weet je al echt aandacht vragen als tussen de ouders uh, rommelt, gaan ja. kinderen tussen de ouders instaan om ervoor te zorgen dat die dynamiek met verandert. Zeg maar dat zij de aandacht krijgen in plaats van wat er tussen de ouders speelt. Ja, zodat dat ophoudt. Ja. ja. En, maar dat is niet haar plek, nee. weet je al. En als er iets speelt tussen de ouders is, dan moet dat opgelost worden. Moeten de ouders zelf oplossen in plaats van een kind dat wil doen. Maar een kind die wil gewoon heeft de reflex om tussen de ouders in te komen staan om de problemen daarop te lossen. Ja. En dat vond ik zo interessant. Want zij, dat ging zij dus ook doen. Dat ik letterlijk zei: hey joh, dit is niet aan jou. En wij konden ons gesprek goed afmaken. Nou dat vond ik heel mooi. <laughs> maar dat is wel wat kinderen doen, die spiegels zijn. Bijzonder mooi. Ja, Bijzonder mooi. <laughs> ja. Bijzonder mooi. Hey, over de, de, de coaching uh, gesproken. Want. Nee, je hebt toen die keuze gemaakt om, om andere mensen daarbij uh, nou ja, te, gaan, te gaan helpen. Ook de, de, de inzichten, bepaalde dingen vanuit de, de topsport daar volgens mij uh, toe te passen. Je bent een, uh, een boek gaan, uh, gaan schrijven. Podcast gestart. Ja, wat, 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 doe, wat doe je nu allemaal precies? Eh, dan denk ik hoor mensen ook denken, je ja, heb je Nederland weer zo'n coach? Ja, in het half Nederland is... Ik voel, ik voel me ook niet echt een coach. Ik ben ja. vooral Sanne. Ja. Uh, als je me een titel moet geven, zou je met dat hokje veel mensen stoppen. Ja, wat ik precies doe. Ja, ik denk dat ik dat straks al een beetje heb gezegd. Hè? De, bij de ander die energie laten bruisen. Zodat ze echt op basis van hun eigen spelregels zakelijk gaan winnen zonder privé te verliezen. Nee, ik ben geen businesscoach, wil ik alles behalve zijn. Ik ga ermee vooral mee aan de slag: hey, hoe kan je echt die voldoening vinden in jezelf? En hoe kan je terug naar jouw kern gaan waar bij jou echt werkelijk om gaat, waar jij blij van wordt. Ja, en dat is het toffe hoe ik dat doe, is uh, dat ik met letterlijk met mensen op avontuur ga. Dus het bos in, uh, naar buiten. Ik werk ook veel met uh, familiebedrijven, eigenaren van familiebedrijven samen. Uh, of waar mensen voelen van hé, hey, er zit nog iets in mijn familiedynamiek. Um, ja, en dan tune ik in, of dan stem ik af op diegene, hé, hey, joh, wat. Heb jij nodig om voor die volgende stap? Dus bij de een gaan we de Mautemike op, bij de ander doen we een familieopstelling, bij de ander uh, doen we een trauma-release-sessie. Ja, dat zijn afhankelijk van wat er nodig is. Ja, dat vind ik zo gaaf. Uh, nou ja, dat jij uh, he, die coaching-sessies dan vaak nou ja, buiten doet in de natuur, maar vooral terwijl je in, in, in beweging bent. Of ja. uh, op de fiets of lopend. Ja. Is dat ook om die, die, die energie te laten flowen, om dat te laten bruisen? Ja, weet je, we hebben gewoon veel te veel mensen wonen in hun hoofd. Hebben een wandelend hoofd, ja. Bewonen niet hun lichaam. En we mogen veel meer om de energie te laten stromen, meer in ons lichaam landen. Dus dan is het ook letterlijk makkelijker om te voelen wat er in je lijf gebeurt... als je al beweegt dan dat je stil op een stoel zit. Dus dat is uh, wat ik doe en... En uh, ja, wat, waar ik laat, mensen laat ervaren, ook het leiderschapsprogramma wat ik nu begeleid. Ja, dat zijn al meerdere dagen, uh, afgelopen periode, sliepen ze bij mij in het bos. Uh, nou ja, dan land je echt in je lijf, kom je terug in je, in je natuur. Ja, dat is gewoon fantastisch. Ja, we mensen zijn wel heel erg. Uh, en jij woont dan, dan aan het bos, je bent drie uur per dag uh, ongeveer in het bos, zei je. Maar de meeste mensen, uh, zeker die in de stad met hun koptelefoon... Ja, die zijn natuurlijk mijlenver verwijderd ja. van de ja. natuur. Daar, daarmee ook van zichzelf? <laughs> ik, ik, ik wil bijna zeggen ja. <laughs> nee, het is, ik, ik geloof niet dat je per se natuur nodig hebt om bij jezelf te komen. Maar op het moment dat je van jezelf afstaat... Hij merkt van, oeh, ik lijkt wel op een wandelend hoofd. Ik, wat gebeurt er in mijn lijf? Emoties voelen? I don't know, weet je wel. Kijk, weet je, als je een leider bent. Nee, iedereen die luistert naar deze podcast is een leider. Anders luister je deze podcast niet. Maar vooral als je dus ook echt die rol hebt binnen jouw team. Binnen het bedrijf waar je werkzaam bent. Dan is het essentieel dat je voelt wat er in je lijf gebeurt. Om de onderstroom van de organisatie te voelen. Om de onderstroom van je team te sturen. Dus wil jij echt leiding geven aan je team of bedrijf, moet je je lichaam voelen. Als je dat niet doet, mis je zoveel signalen van de onderstroom. En dat is essentieel. Dus ja, ik geloof er wel in dat het echt essentieel is... dat je dus in verbinding moet zijn met je lijf. En die aanname te doen dat als je in een stad woont nooit de natuur vindt... dat je ook van jezelf gedistanceerd bent. Ja, dat is wel een hele grote, maar ja, het helpt niet. Je wordt onrustiger als je weinig in de natuur ziet ja want zijn mensen er zijn we natuurlijk wel nou ja goed een soort van onderdeel van, van, van de natuur en het hele ja ja kijk en dan is het ook de vraag hoe ben je in de natuur ben je met een koptelefoon in de natuur hè, met die koptelefoon op of ben je echt in de natuur aanwezig Dat is ook een verschil nou dat heb ik wel inderdaad met dat wandelen dat ik bewust doe dat ik ook een tip gekregen heb. van ja ga dan even niet als je aan het wandelen bent uh, ja, muziek luisteren of weer een podcast luisteren of wat dan ook, Want dan heb je nog steeds continu die, yeah. die input en dan ja. kan je weer een stuk minder in verbinding komen met jezelf ja. en gewoon eens even luisteren en, en voelen. Nee. Ja. Gewoon, um, ja, schrijf ik ook in mijn boek. Doe de voor het is kijktraining. Uh, ga voelen, landen en dit is. Um... Ja, dit is super helzaam om gewoon te focussen op die vogeltjes, op de natuur. Op, ja, en ga ik een tandje rustiger lopen uh, dan normaal. Mooi. Hey, wat wat, wat uh, is er verder in je boek? Staat hier naast je, voor degene die uh, luistert, staat hier op het uh, gouden uh, bankje. Het leven, dat is pas topsport. In zeven stappen zakelijk uh, winnen zonder uh, privé uh, te verliezen. Zeer bijzondere boeklancering heb je toen ook uh, ja. gedaan. Ik was er, helaas kon ik er niet ja. bij zijn uh, toen, maar vet. ik heb mooie verhalen erover ja. uh, gehoord. Ook daar alles uh, nou ja, in beweging. En heel erg passend bij jou als ja. uh, persoon. Op Wel, de boerderij van mijn ouders. Ja, vet. Ja. Wat, wat zijn die, uh, die, 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 die zeven stappen? Of wat zijn de belangrijkste dingen uit het, uh, uit het boek? <laughs> wat zijn de zeven stappen? <laughs> ja, ik ga je even testen. Nu. Ja, inderdaad. Want dat is echt... <laughs> een tijdje geleden. Ja. Nee, ik ken ze nog allemaal. Nee, ja, maar het belangrijkste, is, denk ik, huh? nu voor de luisteraar... is... een hoog energieniveau is jouw basis tot succes. Dat is het allerbelangrijkste. Jouw energie is het allerbelangrijkste. En... Rusten is ook trainen. Dat zijn eigenlijk de twee highlights die ik mee wil nemen. En dat is ook... Okay. Ik schrijf in het boek High Performance als dus onze. En het gaat over peak performance. Dat je jezelf toestaat niet alleen om te knallen. weet je. Ik hou ook van knallen. Ik hou ook van recht op je doel afgaan. Maar ben je dan ook in staat om dan die overwinning echt te vieren. Met je team, met de mensen om je heen. En dan genieten van die afdaling. Dat je ook echt volledig mag rusten en ontspannen. Uh, en als je op de mountainbike zit. Weet je wat ik bedoel? De afdaling is vele malen vetter dan de klim. Dus geniet, ontspan en maak plezier in die afdaging, zodat je weer um, door het dal kan fietsen, als het ware, kan mijmeren, wat wordt mijn volgende doel, wat wordt mijn volgende uitdaging, zodat je ook echt voelt die sprankeling en die energie van, hé, hey, daar word ik blij van, daar ga ik naartoe. En dat is peak performance. En, en dat is het verschil tussen high performance, dus eigenlijk gewoon met oogkleppen op, uh, ramen uh, naar boven... Ja. En peak performance veel meer ook nou ja, genieten van de weg naar beneden, je rust pakken, uh, rustig nadenken over je volgende doel. En bus bezig zijn van wat is nu echt belangrijk in mijn leven? Waar word ik nu echt blij van? En ik hou niet van de term waar word ik gelukkig van, want gelukkig ja, is zo'n grote. Uh, wat is gelukkig? Maar waar word jij blij van? Waar word jij vandaag blij van? Waar gaat je energie vandaag van bruisen Ga dat doen? Dat is de vraag. Ja. Mooie, mooie vraag. Simpele vraag eigenlijk. Ook. Ja, ja. En het kan gewoon zijn dat je blij wordt. gewoon om je oma eens een keer te bellen. Nou, doe dat vandaag dan. Kan zijn dat je blij wordt om gewoon je hond bewust te knuffelen. Neem daar de tijd voor. Of om je kind, omdat je denkt: oké, okay, ik wil daar gewoon eens even mee voetballen. Dat is leuk. Daar gaat het om. Ja. ja, zo simpel kan het zijn. Dat is ook het enige moment dat je gewoon hebt. Dus vandaag. Ja, ja. nu. nu. Hey, en, en in die coaching doe je ook uh, met uh, familieopstellingen, geloof ik, toch? Ja. Nee, niet, of, of hoe noem jij dat? Ja, familieopstellingen. Ja, familieopstellingen. Kan je daar werk. nog wat over vertellen? Ja, wat wil je erover weten, Martijn? Hoe gaat dat precies in het werk? Voor wie is het wel? Voor wie is het niet? Heb je dat ooit gedaan? Is het voor iedereen? Nee. Nee? Oh, bij deze ben je uitgenodigd. <laughs> nou ja, kijk, weet je, het is veel patronen waar we in ons leven vandaan komen of tegenaan lopen. Zijn geworteld of komen vandaan vanuit ons familiesysteem. In mijn geval, dat ik zo hard wilde presteren, is aan de ene kant omdat men met de paplepel is ingegeven. Weet je wel, uh, een boerendochter. Hij moet haar hard voorwerken, je moet gas erop. En aan de andere kant heeft dat ook mee te maken dat mijn vader tijdens mijn uh, opvoeding een periode afwezig is geweest omdat hij een whiplash had, dus met zichzelf bezig was. Dus ik had heel veel te drive, Ik wil gezien worden door mijn vader. Weet je, hij was gewoon in zijn eigen wereld. Ik had er echt last van destijds. Maar daardoor ben ik echt heel hard gaan werken om iets te presteren. Dat was sowieso, zowel in mijn studie als in mijn sport. Maar ja, dat patroon wat ik toen als puber heb ontwikkeld, is ook, ja, was ook mijn valkuil. En als ik zo doorbleef gaan, ik kon niet zo door blijven gaan, want het hè, brandde mezelf op. Ja. Kijk, en dit is een voorbeeld van een patroon die ik door deze dynamiek vroeger... Had geïntegreerd in mijn leven. En zo, nou, zo heeft, hebben veel meer mensen patronen ontwikkeld. En met een opstelling ga je dat in beweging krijgen. Met een opstelling ga je de onderstroom zichtbaar maken van je familie. En welke patronen houden jou nu nog tegen. Om vanuit jouw volste potentieel jouw leven op jouw spelregels te creëren. Ja, en dat is heel mooi. En je hoeft het dus te doen zonder je familie. Dat is alleen met jou als vraag inbrenger. Ja, want je kan, maar je kan die, je gaat wel dan een bepaalde setting dat zeg maar naspelen, maar dat kan dus met gewoon, nou ja, onbekende personen ja, kan dat dit kan, uh, zijn. Vaak doen we het in een groep, kan ook één op één, maar dan ga je met uh, andere um, representanten gebruiken, poppetjes of uh, een ding uit de natuur kan. Ja. Uh, maar het is meestal in een groep. En dan ben je met een groep andere mensen, vaak vreemden. En die zet je dan in als representant. En we zijn allemaal in staat om in de energie in te tunen van iemand anders. Dus ik vraag jou bijvoorbeeld, nodig ik je uit voor de vader van iemand anders. En jij voelt aan, waar wil je dan staan? Uh, welke emoties komen er door? En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken, ja maar uh, dat is heel vaag. Ja, dat vond ik ook. Hè. Weet je, ik ben een boerendochter, hartstikke nuchter opgegroeid. Super vaag. Dat denk ik, ja. En uh, maar toen ben ik dat gaan doen. Toen dacht ik, jeetje, wat gebeurt er hier? Damn, ik voel zoveel emoties. Damn, dat doe ik normaal ook. Maar dan ben ik een beetje, weet ik niet wat ik met emoties moet. Ja, en ik ben dat gaan trainen en gaan doorvoelen en gaan ervaren: wow, wat zit hier een kracht achter? En wat pik ik veel informatie op, die ik eerst altijd uh, liever niet wilde voelen. En nu gebruik ik het als informatiebron. Dat is fantastisch. Ja, klinkt uh, super. Ja, ik had wel gehoord zeg maar, hoe het werkt. want ik heb ja. het nooit zelf, uh, zelf gedaan. Ja. Maar wel goed dat je erbij zegt... Van, nou ja, als mensen dat beeld erbij hebben... dat ze het met hun eigen familie moeten doen. Dat is niet zo. Uh, ja, die kreeg ik niet schakel, zo hè? Dat iemand zei... oh, moet ik dan met mijn familie komen? Dat doen ze niet. Nee. En, en dat jij zegt van... joh, ja, weet je... want ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... joh, ja, dat, is echt, uh, dat klinkt mij veel te zweverig... dat ja. je zelf aangeeft... Joh, maar ik was ook, ja. ben ook een, een nuchtere boerendochter... Ja. En, ja. en, en, en doe het maar gewoon en ervaar dat of zie ja. dat. Ja, en ja, ik vind het wel grappig, want hè, dat is inderdaad, ik vond het vroeger ook zweverig. En ik vond het allemaal, denk ik denk, jeetje man allemaal. En toen. Uh, weet je wat ik tegenwoordig zeg, Martijn? Over mensen die dat zeggen zweverig. Ik zeg, maar als jij in je hoofd woont, laten we eerlijk zijn, dan zweef je toch? Ja. Dus ik moest er altijd wel over lachen. Want veel mensen die in hun hoofd te veel in hun gedachten zitten. en gedistanceerd zijn van hun lichaam. Ja, dan ben je moeit. juist aan het zweven. Dan ben je juist ja. aan het zweven. Ik ja. ze, dan, dan ben je toch een in Dan ben jij toch zwever. Ja. Maar ik snap als je er geen duidelijk. Plaatje bij van kan maken. En uh, dat het graag klinkt. En hoe werkt dat nou? Ja, dan snap ik dat dat zweverig klinkt. Dus uh, nou ja, wat, ik wat zweverig is, en daar hadden we het voor de podcast ook over hè Van ja, wat is normaal? Ja, dat ja. is allemaal heel uh, relatief dan. Ja. Inderdaad, als je het zo bekijkt. Ja. Dan uh, ja. is diegene die in zijn hoofd en niet in zijn lichaam zit, uh, ja. degene die zweverig uh, ja. is. Ja. Maar dat is wel iets wat ik van klanten terugkrijg. En waar ik um, ook wel weet, dat ik goed in ben. Als mensen. Spirituele of dit zweefricht vinden, ja. ben ik er goed in om het gewoon vanuit een boerendochter op een nuchtere manier je daar in verbinding mee te brengen. Want dat kan je wel heel veel brengen, want dat weet ik uit eigen ervaring. En zijn dat dan ook, uh, hoe moet ik dat zien, is dat iets wat je, wat je eenmalig doet of wat je in principe vaker kan, kan doen of voor uh, nou ja, verschillende dingen uit, uit, je, uit je jeugd die je hebt meegekregen? Ja, dat is een beetje afhankelijk. Is het nodig? Uh, een opstelling kan je vaker doen als het nodig is. Het uh, kan ook zijn dat één opstelling al zoveel in beweging zet. Um, maar ja, dat kan je van tevoren natuurlijk niet zeggen. Uh, het is ook iets wat ik bij organisaties doe. Dus ja. organisatieopstellingen. Dus als je ook met vraagstukken binnen je organisatie... In je team. Ja, weet je problemen in je team of dat er iets weet dat een patroon niet doorbroken wordt, dan is een organisatieopstelling ook super waardevol. Dus gewoon een manier om naar de onderstroom te kijken van wat speelt er nu. Werkelijk? Wat zien we over het hoofd? Of wat, wat, wat wordt niet zichtbaar? En dan zet je een opstelling in. Ja. ja. En ik word daar gewoon heel blij van. Want het concrete resultaat daarvan is dat het nou ja, je bepaalde inzichten geeft. Dat het dingen verklaart. Waardoor je daar beter mee, mee om kan gaan. Of hoe, hoe moet ik dat uh, voor me zien? Ja, en je, en je zet letterlijk de eigen onderstroom in beweging. Dus um, dat je ineens merkt nou ja, van klanten die ik terugkrijg. Dat vind ik echt zo mooi, is dat weet je, je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Dus dat de klanten afgelopen periode ook terugkregen: ja, mijn zoon wordt niet meer gepest. Uh, een zoon die weer met kerst aan tafel zit en van zijn drugs af is. En weet je, vaak zijn we niet bereid om eigen, ons eigen shit aan te kijken, maar nemen onze kinderen dat onbewust over. Dus je verklaart je, doet niet alleen. Voor jezelf je eigen systeem opschonen. Je doorbrengt je in je eigen patronen, maar ook het heeft impact op je kinderen. Ja. En zo kan ik wel even doorgaan. Maar ook bij een organisatieopstelling: degene die heel lang worstelen dat iemand heel lang in een ziektewet zat, en die moest eigenlijk gewoon, weet je wel, iedereen wist gewoon, die komt niet meer terug, past niet meer binnen de organisatie. Eigenlijk is het gewoon een rotte appel. En die dan. He, ze waren met een heel procedure bezig, maar dat, he, het ging niet om dat uh, proces soepel te laten verlopen. Na die opstelling, binnen twee maanden heeft hij zelf diegene op uh, ontslag genomen, is hij zelf gegaan zonder heel die procedure vooraf. Dus je zet de onderstroom op beweging. En ik, he, ik geloof heel erg dat je kan spreken zonder woorden. Dus je zet het spreken zonder woorden neer en je laat het systeem voor jou werken. En, nou Oké, okay, maar even iets dieper daarop in. Hè? Want uh, nou ja, de onderstroom met het systeem voor, ja. voor, voor je laten werken. Ja. Uh, dat, dat is dan. Vaak. Dat, 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 <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, ik, ik kan me daar nog een voorstelling bij maken. Maar misschien ja. niet iedereen. Is dat dan bepaalde krachten, energie die je in werking zet, komt het dan voort uit je gedrag, wat vervolgens weer een bepaald effect heeft. Ja, um, weet je, ik vind het ook zelf lastig om daar echt letterlijk woorden aan te geven. Omdat het gewoon. Hè, het is op vanuit je onderbewustzijn dat er daar waarschijnlijk in jouw energie zelf iets geshift is waardoor je omgeving shift, dat is wat er gebeurt. Maar het is elke keer magisch wat er gebeurt. Dus ja, wat er precies verandert, ja, ik kan het wel iets proberen uit te leggen over dat. Uh, maar waarschijnlijk, hè, dit is een aanname voor mij, is dat er waarschijnlijk in jouw energieveld iets shift waardoor je omgeving shift, waardoor het dus voelbaar wordt voor de ander, waardoor die automatisch er zo op reageert. Dus, ja, ik had vanochtend nog een berichtje van een opstelling. Hè, ik heb afgelopen weekend opstellingen gedaan. Dat gewoon een meisje mij bericht. Ja, ik voel gewoon weer meer energie in mijn lijf. Mijn heupen zitten losser. Ja, hoe weet ik ook niet? Weet je wel, weet ik veel hoe het werkt. Maar ik zie dat het werkt. Ja. Um, of dat een jongen uh, die ging ook naar huis. En die zei ook al: ik sta gewoon rechterop, Sanne. Ik voel gewoon meer vertrouwen in mijn lijf. Ja. Ik kan niet uitleggen hoe dat zit. Ik weet gewoon dat het werkt en dat dit de resultaten zijn. Ja. En dat is gewoon een krachtenveld dat er speelt. En er is meer, uh, ja, zeg maar, die energie is zo belangrijk dat die ook gewoon opgeschoond wordt. Dat er letterlijk ballast het leidt. Gewoon letterlijk dat er iets van ballast of ruimte wordt en gemaakt ruim, in hun ja. systeem. Waardoor zij de stroming beter kan plaatsvinden. Ja. Maar hoe dat precies gaat, ik kan het niet pinpointen. En dat wil ik eigenlijk ook niet. Nee, precies. Maar dat wilde ik net zeggen. Misschien moeten we ook niet alles nee. altijd uh, willen verklaren. Nee. Moet je dit soort dingen gewoon. Ik denk niet eens ook erin geloven. Want dat nee. hoor je dan vaak. Ja, ik geloof daar niet in, maar nee. er gewoon voor openstaan. Nou, dat het is het. Ondergaan. Ja. ja. Ik zeg altijd, laat jezelf verwonderen. Door de magie. Laat je, ja. Sta ervoor open, laat jezelf verwonderen. Hey, als er uh, luisteraars, kijkers zijn van uh, de Zo wordt Je Steenrijk uh, podcast... die uh, wil je graag ook uh, kans laten maken om zich uh, te laten verwonderen, toch? Ja, ja. ja want dat hebben we gezegd. Hebben, we gaan sowieso en een opstelling weggeven en een boek. Ja, ongelooflijk hoe uh, jij weer aan het uh, geven en aan het uh, delen bent. Inderdaad, uh, je kan kans maken op uh, het boek van uh, Sander van Pasen. Het leven, dat is pas uh, topsport. Maar ook dus op zo'n... Uh, een opstelling ja. om dat uh, te ervaren en dat is dus bij jou ja. op de boerderij in die nieuwe uh, nou, ik heb geen boerderij maar dat was wel mijn droom maar in mijn of zeg e maar bij ons thuis of ons thuis in, in ons bijgebouw ja. en we gaan ook naar het bos dat is wat mooie wat ik doe heel vaak is of heel vaak eigenlijk altijd de opstelling is binnen en buiten dus we zitten niet als je denkt ho oh, zit ik de hele dag binnen Nou, ik hou ik ook niet van dus mijn spelregels we gaan naar buiten toe dus we gaan altijd ook. Weer of geen weer. Weer of geen weer. Nou, ik probeer er wel iets. Het uh, is ja. zo koud. Ik ja. probeer het wel enigszins comfortabel te maken. Al hou ik ook van oncomfortabel. Maar uh, we gaan naar buiten toe. Dus ook ja, het is bizar hoe de natuur meebeweegt. Als je ook met een opstelling is ook weer een heel ander verhaal. De hond is er vaak bij. Uh, onze hond ken Dus. Uh, die is inbegrepen. Die is inbegrepen. Je, kan knu je krijgt knuffel tijd. <laughs> Super nice. Hey, en wat uh, ja, moeten mensen doen om uh, daar kans op uh, te maken? Super easy. Stuur mij gewoon een DM. Ja. Op LinkedIn of op Instagram. Pasen kan je mij vinden. Um, en dan kan je zeggen: van joh, ik wil kans maken op de opstelling of op het boek. En dan uh, ga ik daaruit uh, mensen verloten. Moeten ze niks daarvoor doen qua motivatie? Oh ja, die was het, hè? 10 burgpies, uh, nee, zei ja, ik. Ja, ik wou net zeggen. Ja, ja. ik zei eigenlijk. Stuur even een video in met 10 burpees en dan uh, maak je er kans op. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen dat doen. Ik denk dat als je een video met 10 burpees instuurt, dat je een serieuze kans maakt om. Ja, <laughs> om want te wij achten de kans uh, niet zo groot dat de mensen dat gaan misschien doen. Misschien zijn er nu honderden mensen die dit uh, gaan doen. En uh, <laughs> nou ja, kun jij nog lachen over wie de beste video heeft en de beste burpees? Ja, uh, dan ga ik ze tellen als ik nee, de er waren negen. Ja. Nou nee, ja, dus uh, wil je daar kans op maken, wil je dat uh, winnen? Het, uh, het boek van Sanne, het leven dat is pas topsport en zo'n uh, familieopstelling. Maak even een video met tien uh, burpies daarin. DM die naar uh, Sanne van Paasen op LinkedIn of uh, Instagram. Ja. Waar kunnen mensen nog meer informatie van jou uh, vinden? Want je hebt natuurlijk ook een, uh, een website. Ja, uh, website is gewoon mijn naam Sanne van Paasen, dubbel a, dubbel s. Dubbel a, dubbel s. <laughs> Daar kan je vinden en natuurlijk mijn podcast, de Peak Performance Podcast. Daar de Peak kan je. Performance podcast. Ja. ja. Daar kan je. Die draait ook nog steeds. Uh, ja. uh, is die wekelijks of? Nou, ik uh, had hem ja tijdens mijn zwangerschap niet. Um, en ik heb mezelf afgelopen periode een vraag gesteld die echt heel mooi is. Ja. Van waar word ik zo blij van ongeacht het resultaat? En als podcasten. Dus dat heeft als resultaat dat ik nu weer bijna dagelijks aan het podcasten ben. Dagelijks. Wow. ja, ah. maar ja, ik doe dat wel iets minder ingewikkelde setting als dit. nou heel goed. Heel al ben goed. ik wel jaloers ik kan op niet deze kan het iedereen uh, aanbevelen. dat is ook helemaal niet nodig. al, al ben ik echt, ik vind dit fantastisch. Dus eigenlijk ben ik ook wel zo van jaloers of jaloers gewoon denk oh vet, um, past niet bij mij zou ik zo zeggen. maar ik vind het echt zo fantastisch om weer ook van mensen terug te horen hoe fijn ze het vinden dat die podcast er weer dagelijks is. dus um, ja, mooi. Het is een heel mooi, mooi kanaal om mensen mee te, te bereiken, omdat je echt even de, ja, de volle aandacht yeah. uh, krijgt en de echte impact mee kan, ja. uh, kan maken. Ja, zo vet. Maar dat jij doet het wel. dus, uh, nou, probeert het dagelijks uh, te doen ja. en je doet het dan uh, nou, vo voornamelijk solo of nog steeds ook af en toe met... Uh, nou, met gasten. dus nu ook weer steeds meer met gasten. Er komt weer een heel reeks podcast-interviews aan uh, en heel veel solo's wat was het uh, gesprek wat jou het meest is bijgebleven tot nu toe even als podcastmakers mm. onder elkaar? Ja, dat is wel mooi. Hm? Nee, de, de laatste, maar die is top of mind, dus dat is niet helemaal uh, um, eerlijk. Ik ben zijn naam kwijt. Dat is wel heel erg. Van een soldaat die zijn been is verloren tijdens een oefening, die helemaal mee, ons meenam, zeg maar, tijdens de oefening. Dat hij zijn been verloor, hoe hij vervolgens zijn leven heeft opgepakt. Ja, dat vind ik echt respectvol, als je iets zo unieks meemaakt. Mm. Dat je daarna gewoon weer opstaat. En je hebt altijd een keus. En dat je die keus mag maken om er zelf voor te gaan. Daar komt die mindset ook vandaan. Hij is ook heel fanatiek aan het sporten, dus die mindset en, zeg maar, het opkomen dagen. Ja, het, dat is wel echt essentieel. Ik denk dat dat uh, nou, mooie dingen zijn om deze podcast mee, uh, mee af te sluiten. Dat je altijd een keuze hebt en dat dat opdagen, dat dat gewoon eigenlijk het... Uh, vanuit de juiste energie, niet vanuit wilskracht, maar... Vanuit de juiste energie opdagen, dat dat uh, ja. nou, het uh, grootste onderdeel van, van de succes is. Ja. Hé, hey, dankjewel. Jij bedankt. Je had van tevoren ook uh, volgens mij gezegd, heel ja, veel mensen in het doorvragen zich af, die Sanne van Pasen, wat, uh, wat doet hij eigenlijk? Ah. Nou, ja. Wie weet, hebben de mensen uit het dorp uh, gekeken geluisterd en hebben ze nu een beter idee wat jij allemaal. Uh... Ik zei dat Die vragen zich wel af. Werkt Sanne eigenlijk wel? Ja, ik heb die vraag in het verleden ook wel eens letterlijk gekregen. Ze ja. zeggen: dus, Martijn, ja, ik zie je gewoon op een doordeweekse dag uh, overdag de hond uh, uitlaten. Wat doe jij eigenlijk? Ja. Of uh, ja, ja, dat is toch? Yeah. Terwijl dat voor jou dan een normaal le leven is, en, ja. en uh, is dat voor anderen toch nou, Ik denk dus, ik weet zeker dat mensen achter hun oren krabben van hoe doen die dat eigenlijk? Ja, uh, Bastin die werkt wel, maar Sanne, ja, uh, weet je wel, en die is alleen maar aan het fietsen en aan het wandelen. <laughs> <laughs> ik zie er al af en toe mensen bij, jij ja, zijn dat dan klanten, betalen die daar dan voor? Nou, dat, ja. Ja, dat is mijn leven. Leuk, nou, mooi. Ja. Sanne, dankjewel. Ja, jullie weer bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een uh, interessante aflevering? Doe even dat duimpje omhoog alsjeblieft. Laat een reactie achter hier in de comments. En vergeet de podcast niet te delen met je vrienden of familie die hier wat aan kunnen hebben. En dan uh, zie ik jullie heel erg graag weer volgende week bij de volgende. Zo word je Steenrijk. Super leuk dat je keek naar deze aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Kan je niet genoeg krijgen van deze podcast? Wil je meer financiële kennis hebben? Vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal. Doe dat duimpje even omhoog en laat een reactie hierachter onder deze video. Dan ben jij als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering voor jou online staat. En daarnaast help je ons er ook heel erg mee zodat wij deze waardevolle en gratis content voor jou kunnen blijven maken. Ik zie je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word je Steenrijk.